Alright, goedemorgen allemaal. Ik hoop dat iedereen mij goed hoort. Als mensen nu mijn lippen zien bewegen en er komt geen geluid uit, dan is dit het moment om dat even in de chat te laten weten. Goedemorgen en welkom bij het WeGroup webinar over externe databronnen. We gaan het vandaag hebben over het gebruik van externe data, data science, data wetenschappen in de verzekeringswereld, door verzekeraars, door makelaars enzovoort enzoverder. En ik doe dat vandaag met niemand minder dan onze eigen CTO, Bjorn Velsteker, welkom Bjorn. Dag Herwig. Ja, voilà, kijk, we komen elkaar alle dagen tegen, ja. Maar nu is het een keer hier, dat is ook tof natuurlijk. Bjorn is afgestudeerd in de computerwetenschappen met een expertise in datawetenschappen. Met andere woorden, de geplaatste man om hier over die zaken te gaan spreken. Want data is toch vandaag, kunnen we zeggen, ja, een van de hot topics binnen de... Ja, binnen de verzekeringssector, maar ter uitbreiding in de wereld, hè, kunnen ze zeggen. Ja, zeker, zeker. Data is het nieuwe zwarte goud, om het zo te gaan zeggen. Data is a commodity. Elke maatschappij eigenlijk, of elk bedrijf op de wereld wenst natuurlijk data te gaan capteren. En de fameuze quote natuurlijk, zoals bij Facebook en zoveel gedacht wordt, if you're not paying for the product, then you're the product, komt eigenlijk ook van het verhaal dat gewoon data gecapteerd wordt om daar natuurlijk conclusies uit te gaan trekken. Ja, want er is al heel veel te doen geweest over data. Je haalt nu direct Facebook in de mond natuurlijk. Ik herinner mij, wat is het, Cambridge Analytics en dergelijke meer. Het is toch niet evident, zal ik maar zeggen, om daar als partij mee om te gaan vandaag. Nee, zeker niet, zeker niet. De gevaren zijn voornamelijk dat... Het probleem zit dan niet bij het capteren van die data, dat het meestal is wat het gevaar is dat de partij ermee gaat doen. En de mogelijkheden zijn bijna eindeloos natuurlijk. De ene gaat zeggen, kijk, ik ga met mijn data gaan voorspellen of je straks een koffie of een latte macchiato gaat drinken. Ja. Dat is leuk. De ander zegt van, ik ga voorspellen of je voor Trump of voor Biden gaat stemmen. Net iets gevaarlijker, natuurlijk. Klopt. Nu, Trump en Biden, allemaal zeer interessant natuurlijk. Maar uiteraard is data ook zeer sterk in onze sector. Ik heb hier nu een aantal artikels erbij gehaald over datagebruik. Het gaat van artikels van de Wall Street Journal en de Telegraaf in Nederland tot uiteraard de Tijd in België, waar men spreekt over AXA, die eigenlijk rekent op big data om hun groei terug te gaan vinden. Het is een artikel van een tijd geleden wel, ik denk van een jaar of twee terug. Maar toch, we gaan het vandaag sowieso hebben over het gebruik van data binnen de sector door verzekeraars. Maar natuurlijk ook veel belangrijker, hoe kunnen makelaars nu die data gebruiken? Dus daar komen we ook op terug. Maar misschien moeten we beginnen bij het begin. Bjorn, als ik spreek over data analytics of externe data, ja, wat is dat nu eigenlijk? Ja, dus... Bij data-analyse en data-analytics bedoelen we eigenlijk dat we de verzamelde data, dat is natuurlijk stap 1, data gaan verzamelen, dat we daar bepaalde analyses op gaan doen om daar conclusies uit te gaan trekken. Dus een soort van drie-stapsproces. Als je bekijkt waarom dat het dan nu eigenlijk hot topic is, als ik het zo mag zeggen, de afgelopen jaren, dan komt dat voornamelijk door de tweede stap. De tweede stap is dan het verwerken van de data. En de afgelopen jaren is de computationele kracht alleen maar toegenomen. Computers zijn kleiner geworden, maar krachtiger geworden. En het kost op vandaag ook letterlijk in geld waard niet meer zoveel om analyse te gaan doen op bepaalde databronnen. Nu, tegelijkertijd is er natuurlijk heel veel bijgekomen in het verhaal van... IoT-devices en andere zaken, sensoren eigenlijk, die verbonden zijn met het internet, die geen gigabytes, maar terabytes, maar petabytes, echt gigantische hoeveelheden aan data gaan capteren. Maar dat ligt dan eigenlijk weer in verhouding dat dan te veel data is om te gaan analyseren. Mm-hmm. En zo vechten die twee het een beetje uit. Nu voor de gewone mens natuurlijk onder ons, als je gewoon nu een Excel hebt met wat gegevens in, en je wenst daar een analyse op te doen, dan gaat... Uiteraard heel snel vandaag. Dus het is natuurlijk in dat verhaal van data-analyse, als er data is en niet in gigantische hoeveelheden, dat een normale mens die data kan gaan verwerken en als bedrijf kan dat zeker. Ja, want natuurlijk als we kijken naast data-analyse naar de verzekeringssector zelf, het is niet zo dat data-analytics of data-analyse dat nieuw is. Als we kijken naar hoe premies bijvoorbeeld worden opgesteld, actuariële wetenschappen, actuarissen gebruiken al tientallen, om niet te zeggen honderden jaren al data, gegevens, om eigenlijk tot een bepaald risico, een analyse daarvan en een premie te gaan komen. Wat is er dan anders vandaag ten opzichte van in 1902 bijvoorbeeld? Ja, als we effectief kijken naar het
begin bijna, zou ik zeggen. Van, denk maar aan levensverzekeringen. Je had ter tijde, weet ik nog, de mortaliteitstabel, waarin dat je dan effectief kon zien, oké, vorig jaar waren er zoveel mensen van die leeftijd overleden, als man of als vrouw. Je had daar heel weinig datapunten. Je kon weten van, oké, het is bijvoorbeeld een man en... Ja, ik denk dat toen der tijden er nog geen niet-rokers waren of zo. Ik weet zelf niet of dat tabak toen al bestond. Ik denk het wel. Natuurlijk wel. Maar in het kader daarvan waren er heel weinig datapunten om effectief het risico te kunnen inschatten als verzekeraar. Nu, als bijgevolg werd daar dan een bepaalde premie op toegekend en moest er een grote marge ingebouwd worden om ervoor te zorgen dat ze geen verlies kunnen leiden in het geval dat ze er wat procenten naast zaten. Wat is er dus veranderd? Er is veel meer... datacaptatie gebeurt op heel veel verschillende punten, waaruit dat we conclusies hebben kunnen beginnen trekken. Zoals bijvoorbeeld, ik zeg het u al, van een schuldsaldoverzekering, het roken zelf als persoon, of dat je ouders eventueel rokers zijn, of dat er daar een ander verleden is, medisch gezien. Dat zijn punten die we hebben meegenomen, omdat ze door die punten ook te gaan capteren gezien hebben, dat dat toch wel een onderscheid maakt in het risico. En de afgelopen jaren gaat dat met het big data verhaal alleen maar harder. Het is zo dat doordat we nu alles gaan capteren, tot bijna welk eten zit er in de frigo en welke temperatuur is het onder mijn matras, om het zo te zeggen. Ja, dat zijn punten die banaal lijken, maar die, door dan een combinatie te doen en door daar gigantisch uitgebreide analyses op te gaan doen, dat we toch zien dat daar parameters uitkomen die voorheen nog niet gedacht wel een invloed te hebben, maar die blijkbaar toch wel een invloed hebben en die dan leiden tot een betere risico-inschatting en natuurlijk dan gunstige premies. Ja, want data-analyse is één iets natuurlijk, maar leidt ook tot veel meer. Je hebt net al gezegd, dankzij data kunnen we bepaalde zaken gaan leren over onze klanten, over onze portefeuille, over schade, daar komen we straks ook nog op terug. Maar aan de andere kant leidt data ook tot vergaande automatisatie natuurlijk. Het fameuze artificial intelligence, waar iedereen altijd maar over spreekt. Ja, eigenlijk is data daar de brandstof van, hè? Zeg ik toch correct? Ja, dat klopt zeker. Het is zo dat de AI eigenlijk de brandstof opneemt, zoals dat een medewerker op kantoor zou komen voor de eerste dag en natuurlijk een paar weken opleiding moet gaan volgen. Die AI krijgt natuurlijk die voorbeelden te zien, krijgt die data uit het verleden en moet dan gaan onderzoeken eigenlijk wat de verschillende verbanden daarin zijn. Ik denk zelf, onlangs heb ik een artikel gelezen dat door middel van retina-afbeeldingen, door röntgenfoto's of zo van retina-afbeeldingen, dat er kon gezien worden wat de leeftijd en het gender van een persoon is, terwijl een normale dokter nooit dat verband zou kunnen leggen. Ja. Dus het is eigenlijk daarnet, om eigenlijk aan te vullen wat onze huidige kennis is, dat er veel meer causaliteit en correlaties kunnen zijn waar wij niet zouden op denken, maar een machine die denkt niet, die zoekt gewoon en die vindt plots iets. Want dit is zeer interessant, het voorbeeld dat hij nu ook aangaf. Ik heb inderdaad ook het artikel gelezen en het gaat, ik denk dat Google is zelfs, die erin geslaagd is om op basis van foto's de leeftijd van mensen te gaan bepalen. Ja, dat is het verhaal daar. Terwijl dat als men diezelfde foto's aan dokters gaf, dat niet kon. Hè. Met andere woorden, voor het eerst in de geschiedenis, en dat is eigenlijk toch wel sterk, worden computers, en men zei vroeger altijd, een computer is nooit slimmer dan de persoon die de computer geprogrammeerd heeft, maar vandaag klopt dat dus niet meer. Goh, ik zou dat wel durven tegenspreken. Ik zou niet zeggen slimmer. Het hangt ervan af dat het redeneringsvermogen van de computer is gewoon groter. Net doordat we in de afgelopen jaren die exponentiële groei gezien hebben en wat een computer kan, kan een computer gewoon meer mogelijkheden aflopen dan een mens. Een mens die is getraind om eigenlijk een paar mogelijkheden te gaan bekijken en af te gaan op zijn gevoel. Een computer, die heeft geen gevoel, die test gewoon miljoenen, miljarden, triljarden mogelijkheden en die vindt plots wel een verband. Ja. En natuurlijk, wij als mensen worden slimmer uit de computer, omdat de computer zegt dat is een verband. En wij nemen dat als een van de extra mogelijkheden erbij. Oké, duidelijk. Ja. Ik stel voor dat we nu niet de discussie gaan voeren over wie dat er slimmer is, maar laat ons voornamelijk even kijken naar inderdaad het gebruik van die databronnen in de verzekeringssector. Nu, een eerste voorbeeld die ik eigenlijk zelf zeer leuk vond, is Hippo. Voor de mensen die Hippo niet kennen, Hippo is een Amerikaanse insurtech, ondertussen ook al zeer groot trouwens, evalueert op een paar miljard, zeker een unicorn inderdaad. Nu, wat doet Hippo, of waarmee is Hippo in de tijd op de markt gekomen? Zeer simpel, beste klant, geef uw adres in, en in 60 seconden berekenen wij voor u een premie en kunnen die eigenlijk gaan afsluiten. Met andere woorden, de enige vraag die nodig is, zelfs nog sterker, want men heeft hier de naam van de klant bijvoorbeeld niet nodig. Puur het adres is eigenlijk genoeg om een verzekering te gaan afsluiten. Nu, je zou kunnen zeggen, in Amerika is er minder wetgeving, minder privacy en dergelijke manier. Ik zie trouwens Jan Mechels, die zegt in de chat, Lemonade werkt ook op dergelijke manier. En dat klopt, Maya van Lemonade, de Louise van Amerika zou
kunnen zeggen. Die is inderdaad op dezelfde manier geprogrammeerd om zo te gaan werken. Nu, de US is één verhaal. Wetgeving is daar een stukje anders. GDPR is iets wat daar niet bestaat. Daar komen we straks ook nog wel even op terug. Maar ook in dichter bij huis, zal ik maar zeggen. Hier hebben we een voorbeeld uit Frankrijk. Luco, inderdaad. En wat doet Luco? Vind ik zelf zeer sterk. Ik heb hier nu een voorbeeld ingegeven. Ik geef zelf een adres in, niet mijn adres, dat is recht over het Louvre, voor de mensen die Parijs wat kennen. Helaas niet mijn adres, in Parijs. En eigenlijk in enkele seconden zal Luco gaan kijken op niveau van dat gebouw, wat daar precies de risico's zijn. En sterker nog, dat zien we daar bovenaan, maakt eigenlijk een bepaalde inschatting. Bijvoorbeeld, dit is het risico op diefstal voor die woning, dit is het risico op overstroming, op aardbeving, wat dan ook. Hoe gaan we daarmee om? Hoe werkt dat vandaag in de sector op vandaag? Is dit iets voor u waarvan je zegt, ja, eigenlijk is dat science fiction, dat is de praat van de start-up, zal ik maar zeggen, of dit is iets wat vandaag ook al bestaat? Goh, om eerlijk te zijn, ik herken dit. Ja. Het komt heel herkenbaar voor. Het is dus zeker geen science fiction, want wat hier eigenlijk wordt gedaan, is ook weer, zoals dat jullie vandaag aan het bespreken zijn, die effectief gebruik van die externe databronnen. Zeker voor woning, wat de overheid eigenlijk gaat doen in verschillende landen, en de een al iets vlotter dan de ander, is effectief de metingen gaan doen en kaarten ter beschikking gaan stellen. Geografische kaarten, denk maar ook aan kaarten over overstroming, geschiedenis over aardbevingen bijvoorbeeld op bepaalde locaties, bebossing, de dichtgroei van de steden, bepaalde wegen, maar ook bijvoorbeeld het perceel en zelfs in sommige landen al 3D-gebouwen op basis van radarscans eigenlijk. En ja, die data is ook gewoon publiekelijk beschikbaar. Het is data waar iedereen aan kan, maar het is natuurlijk moeilijk te verwerken. Ja. En daar zit nu een beetje de sterkte in van deze insurtech bijvoorbeeld, van Luco, om te gaan zeggen van kijk, we gaan al die databronnen gaan nemen, we gaan dat gaan samenbrengen in een product en we gaan ervoor zorgen dat dat met een mooie user overlay mooi werd voor de eindklant. Ja, want je zegt daar, je haalt een heel belangrijk element aan, publiekelijk beschikbaar. Straks, wanneer we over de makelaars gaan spreken, zullen we het ook hebben over welke data dat zij nu echt morgen in hun kantoor kunnen aanbrengen. Want dit klinkt allemaal alsof dat er zware computerinstallaties achteraan op je bureau moeten staan. Hè. Maar dat is niet het geval. Hè. Want ook dergelijke zaken, zoals dat we het voorbeeld van Luco hier hebben, dat zien we ook al in België bij een aantal verzekeraars, hè, toch? Ja, dat klopt. Het is zo dat het niet altijd naar de voorgrond wordt geduwd. Maar er zijn twee heel duidelijke voorbeelden. Ik denk bijvoorbeeld aan Balwaze, die eerder dit jaar hun premiezetting licht heeft gewijzigd. In plaats van op stadsniveau te gaan werken, wordt er nu gewerkt op straatniveau. Mm-hmm. Dat zorgt er eigenlijk voor dat ze hun risico nog beter kunnen gaan inschatten door ook achterliggend gebruik te maken van die kaarten voor overstromingsgebieden, bepaalde geografische kaarten. En ja, dat wordt natuurlijk niet naar de voorgrond gebracht, maar het houdt wel rekening achterliggend met die premiezetting. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel een vrij interessante, en dat merken we ook zeker in de US met Hippo, dat er daar een enorme shift is. We zijn gegaan van vroeger met het stellen van 2-3 vragen waarop het risico werd berekend, maar heel slecht kon ingeschat worden, naar een enquête van 100 vragen, bij manier van spreken, om toch maar een premie te kunnen gaan berekenen, mm-hmm. naar opnieuw user experience, zo min mogelijk vragen. Het is van al één vraag, mm-hmm. maar achterliggend dat er gebruikt wordt gemaakt van databronnen om zo goed mogelijk toch dat risico te kunnen gaan inschatten. Een beetje best of both worlds. Ja, want haalt hier opnieuw een belangrijk woord aan. Hè? User experience is vandaag zeker het kernwoord, zal ik maar zeggen. En hier, ik denk dat iedereen het erover eens is, dat dit helpt om die gebruikerservaring te gaan bevorderen. Maar er is ook mogelijk wat negativiteit rond. Hè. Wat bedoel ik daarmee? Een ander voorbeeld die ik hier vandaag heb meegebracht is wat men noemt telematics, hè, of iets hoger, of om iets verder te gaan, IoT, die Internet of Things. Ik las onlangs in een artikel dat op vandaag voor het eerst ooit meer toestellen geconnecteerd zijn tot het internet dan dat er mensen op de planeet zijn. Ondertussen al denk ik 2-3 jaar. Dus ondertussen denk ik dat we al aan het dubbel, misschien zelfs 3-dubbel zitten. Ik heb het nog niet opgezocht, maar het is al sinds heel, heel straf. Ja, want dit wordt ook gebruikt in de verzekering. Nee, telematics is een voorbeeld van tracking in de wagen. Waarom zeg ik dan, hangt daar een negativiteit rond? Ik kan me voorstellen dat er bepaalde chauffeurs zijn die liever niet hebben naar hun rijgedrag getracked worden. Ja, dat klopt wel. Ik merk dat ook bij friends and family, zou ik zeggen, dat toch zo wat negatief wordt aangehaald. En ik vind dat jammer. Want natuurlijk, als je het vanuit het punt van de verzekeraar bekijkt, wat wordt er gedaan? Er wordt een bepaalde risico-inschatting gemaakt met de parameters die aangeleverd worden om die premie te gaan berekenen. Maar op basis van die parameters kun je niet weten of dat eigenlijk een goede of een slechte bestuurder is. Er wordt gewoon gekeken naar de gemiddelde 23-jarige bijvoorbeeld, en er wordt daar maar een bestraffing op gedaan op de premie.
dat is jammer, want er zijn veel 23-jarigen natuurlijk die wel goed met de wagen rijden en die zich willen gaan bewijzen. Door eigenlijk gebruik te maken van een systeem als telematics, of door effectief die meting te kunnen gaan doen van je rijgedrag, zorgt dat ervoor dat het risico opnieuw beter kan ingeschat worden, met als gevolg dat er dan een premiedaling met zich teweeg wordt gebracht. Mm-hmm. Ik denk dat dat nogthans dat heel open is, ondanks dat je dan een slechte chauffeur bent. Je kan maar meldingen krijgen om beter rijgedrag te gaan vertonen, zodanig dat je risico gemitigeerd wordt. Het is enkel... Ter behulp, denk ik. Ja, natuurlijk, wanneer dat we over data gaan spreken, en voornamelijk een van de zaken die je daarnet ook aanhaalde, is wat dat er vandaag veranderd is ten opzichte van vroeger, is onze capaciteit om die data te gaan verzamelen. Maar dat brengt ook nieuwe uitdagingen voor de sector. En een voorbeeld die ik hier heb, en die zullen de meeste mensen wel kennen, is natuurlijk Tesla Insurance. Tesla die gezegd heeft, ja, onze wagens zijn... zo goed als rijdende computers zouden we kunnen zijn. Met andere woorden, niemand heeft zoveel kracht om data te capteren over dat rijgedrag als wij, dankzij onze wagen zelf. En als gevolg daarvan heeft Tesla dus ook beslist om gewoon zelf een verzekeraar te gaan oprichten. Mm. En zelf dat risico eigenlijk te gaan dragen. Kunnen we dan stellen dat de beschikbaarheid van data, de mogelijkheid om dat te capteren en de kennis om dat te gaan gebruiken, dat dan net het bestaan, zeg maar, van verzekeraars of makelaars onder druk zet? Ik geloof dat niet. Zelf in tegendeel, ik hoop dat het hen net zal behelpen. Ik denk dat Tesla hier een heel uitzonderlijk geval is, waarbij het is letterlijk een rijdende computer. Alle Teslas die ooit gemaakt zijn, hebben gigantisch veel data gecapteerd, van de lelijkste crashes tot de mooiste autoritten. Die worden allemaal gecapteerd, doorgestuurd. En natuurlijk zit je daar bij Tesla ook met world's best engineering team, world's best in AI en data science. Ja, dat die natuurlijk een actuarieel model gaan opmaken op basis van die gigantische datahoop, dat lijkt mij ergens wel evident. En dat ze die niet uit handen gaan nemen, omdat ze weten dat ze daar ergens meer kunnen gaan aanbieden dan de traditionele verzekeraar. Dat klopt. Als je echter gaat kijken naar de meer normalere automerken, als ik het zo mag zeggen, ja, die hebben niet die gigantische datacaptatie gehad over die tijd. Mm-hmm. En die moeten natuurlijk voor die kennis niet gaan relyen op die data. Die moeten gaan kijken naar de spelers in de markt die daar wel kaas hebben van gegeten. En in dit geval is het dan bijvoorbeeld een samenwerking met oftewel een verzekeraar, om eigenlijk zo'n partnership te gaan afsluiten, rechtstreeks vanop dan het niveau van het brand eigenlijk, het automerk. Maar we zien ook wel meer en meer in de sector dat er vraag is eigenlijk voor de verzekeringsafsluiting bij het aankoop van een wagen. Ik denk dat het verhaal is van de neven tussen personen. Onder andere. Ja, inderdaad. Dat daar dan toch wel wordt gekeken, eerder op het lager niveau. Allee, de automerken die handelen zelf met distributeurs. Verzekeringsmaatschappijen bij ons handelen ook met makelaars, dat op dat distributieniveau ook wel een samenwerking mogelijk is en dat we zien dat er toch al enkele in de markt daar een heel diepe samenwerking aan het aangaan zijn. Ja, ik denk dat dat zeker vanzelfsprekend is. Nu, als we spreken over vanzelfsprekend, dan is autodata natuurlijk een logische stap, maar iets wat ook interessant is, en dat vond ik hier... onlangs terug, dat is een paper van Munigereen, de herverzekeraar, die schrijft over wearables, dus smartwatches en dergelijke meer, om eigenlijk daar te gaan gebruik maken van die data voor de prijszetting van hospitalisatieverzekeringen, ziekteverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsdekkingen, alles wat eigenlijk met uw gezondheid te maken heeft. Nu, je zou kunnen zeggen, ja, Munigereen is met die zaken bezig als herverzekeraar, en het is ook hun taak wel natuurlijk om dergelijke papers te schrijven, maar zeer kort daarop kwamen eigenlijk heel wat andere spelers, andere herverzekeraars, maar ook een Forbes, een Capgemini bijvoorbeeld boven, met de stelling, dit is eigenlijk echt wel de toekomst. Nu, het eerste wat ik daarover nadenk als ik dit zie, is dat is wel een stukje meer invasief dan de data van mijn auto natuurlijk. Hè? Dat klopt, alles in verband met health is sowieso een stukje kritieker, een stukje gevoeliger. Dat merk je ook in de wetgeving die daar rond opgesteld is. Nu, ik moet wel hier opmerken, je merkt hier wel dat het natuurlijk gaat over de UK bijvoorbeeld. Daarnet haalde je Munigereen aan. Het zijn wel ook de partijen die het meest vooruitstruivend zijn en die daar echt wel willen in gaan uitblinken om te gaan kijken wat zijn de opportuniteiten op de markt en hoe kunnen we daarop gaan inspelen. We zien dat wel in de Belgische markt, dat mensen hier iets conservatiever zijn. Ik zei het daarnet al, friends and family, een app installeren om je rijgedrag te meten, dat is al een moeilijke. Laat staan een wearable om dan effectief je fysieke activiteit te gaan doorspelen naar een verzekeraar. Ja, meten is één iets, maar doorgeven. Ik wil inderdaad ook heel graag weten met mijn smartwatch hoeveel stappen dat ik vandaag gezet heb, maar ik wil niet dat iemand anders dat weet. Nee, dat klopt. En natuurlijk voor de verzekeraar is dat jammer, want er is effectief een causaal verband aangetoond tussen het aantal stappen bijvoorbeeld en andere zaken, qua bloedstof of zuurstof in je bloed en zo.
en je levensverwachting, om het zo te zeggen. En dat kan natuurlijk opnieuw een positieve premie-impact hebben. Dus wat dat daar eigenlijk, denk ik, niet de goede approach is, als je het in België zou bekijken, is dan dat je bijvoorbeeld je premie zou gaan aanpassen op basis van metingen, want dat zou inderdaad heel invasief gaan voelen. Ik denk dat we effectief een stap verder moeten en naar effectief het coaching gedeelte gaan. Ik had dat gehoord vanmorgen van Vincent Spruit van Sentience. Dat was in een podcast Insurance Tomorrow van Allianz UK. Dat is een data analytics en AI start-up in België. Ja, een start-up. Ondertussen al wat groter. Een jonger bedrijf. Bedrijf, inderdaad. En wat die effectief gaan doen, en dat vind ik heel interessant, is die data gaan capteren van bijvoorbeeld smartphones, wearables, en daar een segmentatie op gaan doen. Die gaan zien bijvoorbeeld van, oké, wij gaan heel vergaand het gedrag van de gebruiker gaan voorspellen, maar ook gaan zien wat hij gaat doen en op welke manier en waarom gaat hij dat gaan doen. Maar in plaats dat ze met die gigantische data gaan naar de klant of naar een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld, gaan ze die eerst heel gericht gaan doen. Die gaan zeggen van kijk, deze gebruiker zit in een bepaald segment en die is nu bijvoorbeeld beter of slechter aan het doen. En op basis van die segmenten dan, kan er eigenlijk aanbevelingen worden gedaan naar die klant door de verzekeraar. Dus die gaan eigenlijk heel het datacapterings- en verwerkingsproces gaan doen, om zo dan eigenlijk daarop te gaan inspelen. En het interessante is daar, dat als we bijvoorbeeld als verzekeraar zouden gaan toewerken naar een coachingverhaal, dan ga je effectief naar riskpreventie gaan. Ja. En dan heb je bijvoorbeeld een app waarop je kan gaan zeggen van oké, je hebt vandaag je 10.000 stappen gehaald, je krijgt 1 creditcoin. Met die creditcoins kan je dan misschien korting hebben op je volgende aankoop, of kan je een zwembad op een zwembadabonnement gaan kopen of zo. Ja. Dus ik denk dat dat echt wel iets is dat in de Belgische markt, naar mijn gevoel, dan toch zou werken. Ja, hij spreekt over schadepreventie. Dat is natuurlijk een beetje de houden graal voor elke verzekeraar. Nu een laatste use case, voordat we overspringen naar hoe makelaars nu al deze data kunnen gaan gebruiken, is natuurlijk de use case claims. Als die preventie dan toch niet gelukt is en er vindt wel degelijk een claim plaats. Ik heb hier een voorbeeld meegebracht, toevallig van onszelf, van WeGroup, waarbij we eigenlijk zien dat het gebruik van bijvoorbeeld metingen op windsnelheid, op neerslag en dergelijke meer, kunnen helpen voor de validatie van schade, fraudedetectie en dergelijke meer, ook bij schadegevallen. Is dit een use case die we vandaag al terugvinden bij de verzekeraars in de sector? Ja, zeker, maar er wordt nog te weinig ingespeeld op het effectieve STP-verhaal, straight-through processing-verhaal. Het is zo dat voor storm zeker zijn maar 2 voorwaarden, oftewel moeten meer dan 80 km per uur windsnelheid hebben en een bepaalde neerslag, ofwel moet er in een straal van, denk dat 10 km was, gelijkaardige gevallen kunnen aangetoond worden van die stormschade. En ja, natuurlijk, het gedeelte van het KMI hier, 80 km per uur, ja, dat wordt effectief vastgesteld op basis van externe data, elk uur, minuut. En dat wordt gedaan door het KMI, maar ook door andere partijen op de wereld natuurlijk, met die weerstations. Nu, wat wordt er op vandaag meestal gedaan? Er wordt gebeld, het wordt opgevraagd, het wordt allemaal manueel gedaan, om dat toch maar te gaan valideren, terwijl eigenlijk die data ook gewoon ter beschikking is. En dat kan geïntegreerd worden om zo dat automatisch verhaald te hebben. Ja, want gehaald, sorry dat ik u onderbreek, maar als gezegd KMI bijvoorbeeld, als ik mij niet vergis, duurt dat gemiddeld 7 dagen om daar de data van terug te krijgen. Ja, dat wil dus ook zeggen eigenlijk bij een stormcase dat je sowieso met 7 dagen vertraging zit op de afhandeling van die case. Mm-hmm. Tenzij dan natuurlijk de verzekeraar zegt, makelaar, regel maar binnen uw volmacht en we zien daarna wel. Dat zorgt natuurlijk voor problemen, want als ik het goed begrijp, kunnen we het eigenlijk direct gaan terugvinden op vandaag. Ja, dat klopt. En daar zeg je iets belangrijks. Makelaar regelt maar binnen uw volmacht. Ja, het is natuurlijk wel belangrijk voor die makelaar om daar ook wel die tools ter beschikking te hebben om die assessment te kunnen gaan doen. Nu, het weersdatagedeelte is niet altijd even eenvoudig om daaraan te geraken, zou ik zeggen. Het historische dan toch niet. Maar, allee, er zijn er wel mogelijkheden. Maar natuurlijk, in het geval hier van weersdata, ja, als dat dan effectief die vertraging teweeg brengt, is dat nu weer een pijn voor de klant. Zeker dat dat meestal redelijk grote schadegevallen zijn. Mm-hmm. Dus die wens natuurlijk zo snel mogelijk een confirmatie en dat daar de afregeling in gebeurt. Dus dit kan zeker helpen. Ja, oké, nee, ik denk dat dat zeer duidelijk is. Er zijn ook op de markt vandaag heel wat partijen die hier eigenlijk rond gaan werken. Maar de belangrijkste vraag, en ondertussen zie ik dat er tijdens het gesprek al heel wat mensen zijn bijgekomen ook. We zijn nog altijd aan het spreken, welkom als jullie hier juist aankomen in deze webinar. We zijn nog altijd aan het spreken over het gebruik van data, externe databronnen binnen de sector. We hebben het net gehad over hoe die data eigenlijk in het algemeen
geëvolueerd is, hoe die kan gebruikt worden binnen de verzekeringssector algemeen, voornamelijk door de verzekeraars. Maar natuurlijk de prangende vraag, en ik zie aan de meeste mensen of de namen die ik hier herken, dat we natuurlijk met heel veel makelaars in ons publiek zitten. Ja, hoe kan de makelaar nu zaken gaan gebruiken? Hoe kan de makelaar externe data gaan gebruiken om zijn eigen business te gaan verbeteren? Ja, dat is zeker een goed punt. Ik denk dat er verschillende mogelijkheden zijn. Maar dat het zeker wel mogelijkheden zijn die voor elk kantoor moeten overwegen worden, of dat voor hen een meerwaarde kan bieden of niet. Ik denk het eerste zou bijvoorbeeld zijn in zaken van risk en upsell en zo. Als je bijvoorbeeld zou kijken naar wagen, is er al heel wat beschikbaar op verschillende plaatsen op het internet, zou ik zeggen. Met het internet bedoel ik hier natuurlijk gratis, gewoon, je gaat naar een bepaalde website, je zoekt het op en je hebt de informatie. Eerder verspreid natuurlijk, maar het is mogelijk. Hier zie je bijvoorbeeld een voorbeeld van Mobileat, wat eigenlijk gewoon van de overheid uitgaat, waar je een VIN-nummer, dus een chassisnummer, kan gaan opzoeken en daar effectief bepaalde informatie terugkrijgt van die wagen. Denk maar aan merk en type, commerciële naam, maar ook de CO2-uitstoot en bepaalde zaken of de wagen wel in orde is of niet. Ja. Als je dan breder wenst in te gaan, kan je op bepaalde sites ook dan de technische kenmerken van een wagen gaan terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan Autogids, die gaan redelijk ver in de kenmerken die beschikking staan van die wagen. Maar als je nog verder wilt gaan, ga je natuurlijk naar die rijhulpsystemen. Wat staat er standaard op de wagen? Wat is er eventueel als optie genomen? Ja, dat is wel heel belangrijk om daar je klant in te gaan ontlasten, want er zijn veel klanten, kan ik mij voorstellen, die zelf geen besef hebben wat hun auto nu net inhoudt of wat hun auto nu net kan aanbieden. En als je als makelaar dan toch daar een antwoord kan opbieden door middel van die externe data, dan heb je daar toch ergens wel een stapje voor, zou ik zeggen. Ja, hij spreekt hier over een enkele externe databronnen, maar een belangrijke vraag voor de makelaar is natuurlijk, is dit gratis beschikbaar? Kan de makelaar hier aankomen of moeten er bepaalde samenwerkingen worden aangegaan of hoe werkt dat? Dit is volledig gratis ter beschikking. Dus alle tools die we nu even ook oplijsten zijn gewoon websites waar je naartoe kan surfen en ik zou zeggen, aan de slag van gaan. Bijvoorbeeld autogids.be kan gewoon geraadpleegd worden. Je kan daar een auto gaan kiezen en je ziet daar de technische kenmerken van. Hetzelfde natuurlijk van de tools die we zo dadelijk gaan tonen. Ja, het is natuurlijk belangrijk om misschien mee te geven aan de mensen. Je hebt hier nu een aantal websites opgenoemd. Ik stel voor, hierna krijgt iedereen sowieso een e-mail met ook de recording van deze webinar. Ik stel voor, als je dat ziet zitten, dat we even de zaken oplijsten en dan heeft iedereen onmiddellijk toegang tot die verschillende bronnen. Ja, lijkt me top. Ja. Alright, top. Okay. Als we er verder gaan dan, auto is natuurlijk één gedeelte, maar als je kijkt naar schadeafhandeling, dan is daar ook toch heel wat ter beschikking. De verzekeringsmaatschappijen zelf stellen bijvoorbeeld lijsten ter beschikking van een erkende garage, en dat kan opnieuw weer ervoor zorgen dat je als makelaar een stapje voor hebt. Wat bedoel ik daarmee? Als een klant dan toch kiest voor een herstelling bij een garage van zijn eigen keuze, dan kan je op zijn minst toch wel gaan opzoeken of die dan ook een erkende hersteller is bij die maatschappij. Indien dat het geval is, ja, dan valt zijn vrijstelling weg bijvoorbeeld, dan is er veel sneller schadeafhandeling. Dus je kan alleen maar gaan aanraden naar de klant. Maar door middel van deze tools die de verzekeraar zelf online plaatsen, kan er heel snel opgezocht worden en gevalideerd worden met de laatste lijst, of dat dan ook het geval is. En als de klant natuurlijk zegt, ik weet zelf niet welke ik moet kiezen, ja, kan er natuurlijk ook verder op ingespeeld worden. Maar dat is natuurlijk in het geval dat de klant kan beholpen worden. Stel dat de klant niet kan beholpen worden, ja, dat is heel belangrijk. Dat wens je er ook als makelaar een goede service te leveren. Want dat geloof ik zeker, dat zijn de kritieke punten waar je als makelaar het verschil maakt voor de eindklant als hij alleen staat in de kou. Ja. Dat hij dan toch nog geholpen wordt. Ik denk dat dit een heel goed punt is waar ik graag even op inpik. Gezegd, als de klant niet kan beholpen worden, bijvoorbeeld als de klant, begrijp ik daaruit, in fout is bij een auto-ongeluk bijvoorbeeld. Interessant verhaal die ik onlangs hoorde van een schadebeheerder in België, een externe schadebeheerder, en die zei, ja, heel veel garages die gaan eigenlijk, wanneer een auto per totaal is verklaard bijvoorbeeld, die gaan gewoon zeggen, ja, geen probleem, wij zullen dat wrak wel wegbrengen en je moet er niet meer naar kijken. Hè. Terwijl dat, wat blijkt eigenlijk, dat wrak toch wel nog wel wat geld waard Zeker. Is. En dat men daar eigenlijk zaken mee kan doen. Ik kan mij voorstellen dat als ik de makelaar zou zijn, en ik zeg dat aan mijn klant, laat u hier niet, om het plat te zeggen, laat u er niet opleggen eigenlijk, laat u niet in het zak zetten, zorg ervoor dat je iets krijgt voor dat wrak. Ja, dat is advies, ondanks dat de klant in fout is, die goud waard is natuurlijk. Hè. Ja. Dus
zijn daar dan ook databronnen voor om de klant daar te kunnen gaan bijstaan met dergelijk advies wanneer hij, om het zo te zeggen, mm-hmm. in de kou staat? Zeker, zeker. In dat ik hier wil aangaan, is bijvoorbeeld de vooruitspecialist.be. Die hebben op hun website een calculator staan om effectief te gaan berekenen wat de kost zou zijn van een bepaalde wagen als de vooruit zou gebroken zijn. Denk maar door een steentje op de vooruit, mm-hmm. is snel gebeurd. Ja, want dat is niet goedkoop, hè? Nee. Ik heb het onlangs meegemaakt, dat is niet voor mee te lachen. Nee, dat is inderdaad niet om mee te lachen. En dat is dan ook wat interessant, hè, als makelaar. We spreken nu constant over hoe kunnen we de klant gaan behelpen, maar het kan natuurlijk ook omgedraaid worden. Hoe ga je deze tools gaan gebruiken in een verkoopsgesprek bijvoorbeeld? Want dit is een ideaal verkoopsargument. Als de klant dan toch komt na 5-6 jaar met de mini-omie om te zeggen van voor mij hoeft het niet meer, mm-hmm. Dan kan je toch even de berekening gaan maken van wat zou nu net de kost zijn voor uw wagen, als die vooruit zou breken, te snel gebeurt. Mm-hmm. Weegt dat dan eigenlijk op ten opzichte van die misschien 200-300 euro verschil nog niet toe dat je nu moet betalen per jaar voor die mini-omnium? Dat is interessant. Niet alleen zeg je dergelijke databronnen gebruiken om je klant verder te gaan helpen wanneer het misgaan is, maar eigenlijk zeg je ook die databronnen gaan gebruiken als commercieel argument om eigenlijk in dit geval bijvoorbeeld toch een mini-omnium te gaan verkopen in plaats van enkel de BA, ik zeg maar iets. Ja, zeker, zeker. Er zijn heel wat databronnen ter beschikking die eigenlijk ervoor zorgen dat je die commerciële punten kan gebruiken. Mm-hmm. En dat is ook iets waar wij momenteel naar onderzoek naar het aan het doen zijn, om toch die verkoopsargumenten naar voren te kunnen brengen in een verstaanbare vorm. Mm-hmm. Nu, de databronnen die je graag haalt, dat is maar een tipje van de sluier. Er zijn er al een hele hoop meer, maar zoals ik al zei, bij de woningdata ook, het moet overzichtelijk gebracht worden in een tool. Dat is iets waarop we momenteel op aan het werken zijn. Ja. Oké, zeer duidelijk. Ik denk dat dat een mooie stap is om misschien naar een laatste element te gaan. En daar heb ik hier een slide van meegebracht. Ja. We hebben gesproken over data eigenlijk gaan gebruiken als makelaar, als commercieel argument, mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat je meer business, betere business kunt gaan doen. We hebben gesproken over data, in het geval van bijvoorbeeld claims, of dat nu in fout is of in terecht is, als we over een auto spreken, om de klant een service te gaan verlenen. Maar een laatste element is natuurlijk ook lead generation, marketing en dergelijke meer. Hè. Ja. Ik heb hier nu een slide meegebracht van Google Analytics, waar we toch heel wat uit kunnen leren. Hoe gaat dat? Want ook dat is data-analyse, toch? Hè? Ja, dat klopt, dat klopt. Zoals ik in het begin zei van de webinar, voor de mensen die er niet bij waren, eigenlijk in data science heb je het volledige verhaal. Eerst moet je je data gaan capteren, en dan ga je eigenlijk de verwerkingsstap hebben om daar conclusies uit te gaan trekken. Nu, de eerste stap is natuurlijk data capteren, en is het heel belangrijk als kantoor dat je stilstaat bij welke databronnen heb ik ter beschikking, welke datastromen kan ik capteren, en voornamelijk ook welke datastromen wil ik capteren. En als je daar effectief acties wilt op gaan doen, zeker lead generation, dan is een website bijvoorbeeld een van de ideale punten om naar te kijken. Als er dan een website aanwezig is, gebruikers gaan daar bepaalde acties op gaan doen, maar ook in het verlengde daarvan, sociale media bijvoorbeeld, daar kan ook die data uitgecapteerd worden. Er zijn nog te weinig makelaars die inspelen op het platform van sociale media, maar die hierop inspelen, denk maar aan LinkedIn bijvoorbeeld. Ik denk dat we onlangs een webinar daar rond hebben gedaan. Klopt, inderdaad. Rond LinkedIn met Michael Humblé, en daar ging het inderdaad over hoe kan een makelaar nu dat LinkedIn-verhaal eigenlijk echt gaan vastnemen om meer business te genereren. Ik heb trouwens al gezien dat een aantal makelaars, ook een aantal die hier vandaag blijkbaar aanwezig zijn, dat al goed hebben vastgenomen. Dus dat is zeker een positief punt. Maar als ik het goed begrijp, is eigenlijk wat je zegt, de tweede stap is de analyse erop. Hè. Is gaan kijken, wat komt er daar nu eigenlijk uit? Ja, dat klopt. En er hoeven daar geen gigantische computers voor op te staan, want die staan eigenlijk bij de mensen zelf, bij Google, bij Facebook. Mm-hmm. En die gaan eigenlijk de verwerkte resultaten... Want dat is Google Analytics, hè? Ja, dat is inderdaad Google Analytics. Dus die gaan eigenlijk die data gaan capteren van je website, die al die punten gaan doen, daar een analyse op gaan doen, en die analyses eigenlijk gaan tonen om daar conclusies uit te gaan trekken. Denk maar bijvoorbeeld aan demografie. Wie trek ik aan op mijn website? Of waar komen ze eventueel? Hoe kan ik daar beter lead generation op gaan doen? En daar kan je actiepunten op gaan koppelen. Dus daarom net dat het belangrijkste is, niet alleen actief zijn op LinkedIn en daar effectief je bijdrage in gaan doen, of op andere sociale media, maar ook de vervolgstappen daarin gaan zien. Kijken naar de analytics die eruit komen, kijken van oké, heeft deze post nu echt effect gehad? Wat werkt voor mij? Wat werkt niet voor mij? En hoe kan ik nu net dat publiek gaan converten naar een klant? Want op het einde van de dag is dat natuurlijk wel het belangrijkste. Je wenst meer klanten te gaan maken. Dus als ik dat eigenlijk samenvat, in een makelaar, in welke elementen, zal ik maar zeggen, van zijn business, kan hij die externe data vandaag open gaan gebruiken? Dan hoor ik eerst en vooral
pre-sales, Google Analytics, sociale media gaan gebruiken, Google Analytics daarop gaan toepassen om eigenlijk te gaan kijken wie zijn de mensen die ik nu bereik, hoe kan ik die gaan aanspreken. Dan het risico- en behoefteanalyse verhaal zal ik maar zijn. Dus tijdens het salesgesprek, het commercieel argument, en tot slot ook de after-sales bij bijvoorbeeld schade en dergelijke meer. Ja. Dat valt het inderdaad mooi samen. Goed, ik ben blij dat we dat inderdaad daar die samenvatting in hebben. Nu, wat ik er graag vandaag ook nog even wou bijtrekken, en dat is eigenlijk niet van mijn gewoonte, maar omdat met u is, dacht ik dat we dat wel kunnen doen, is natuurlijk onze eigen tool. Want wat gebeurt er daar? Ja, daar gebruiken we natuurlijk ook die data en brengen we dat eigenlijk eens samen. Heel vaak vragen mensen mij, ja, die open databronnen die jullie gaan gebruiken, die zijn voor mij ook open. Ja, dat klopt inderdaad, die zijn ook open. Maar hier brengen we ze samen op een andere manier. Het eerste verhaal is natuurlijk, hebben we gezegd daarnet al, toen we het voorbeeld van Luco zagen, ik herken dat van ergens. Wel, hier herken je het waarschijnlijk denk ik. We geven het adres in en op basis van het adres krijgen we eigenlijk heel wat informatie over die klant. Hè. Nu, hoe zien we dat dat vandaag gebruikt wordt bij makelaars? Is hier meerwaarde in, volgens jou? Wat horen we hier? Zeker. Er zijn nog altijd te veel klanten op vandaag die puur prijsgebaseerd gaan kijken. En die, wanneer dat er voorstel naar voren komt, dat de makelaar kan op inspelen van oké, maar voor u is het misschien toch belangrijker om dit te gaan doen. Maar dat de klant dan toch kiest voor het goedkoopste. En ik denk dat het grootste probleem daar is, ook een beetje zoals dat het bij verzekeraars is, de ongewetendheid. Je weet maar wat een klant vertelt en de klant wil niet alles gaan vertellen. Dus door gebruik effectief van die externe databronnen, kan je als makelaar of als verzekeraar dan meer te weten komen over een klant dan dat hij zelf zou vertellen, of eigenlijk dan dat hij zelf zou weten. Ik denk maar aan het voorbeeld, er zijn heel veel verzekeraars die segmenteren op een tuinhuisje van minder of groter dan 20 vierkante meter. Ja, je hebt nu geen tuinhuis, ik heb een tuinhuis, maar ik weet langs geen kanten of dat net wel of eronder of erboven ligt dan die 20 vierkante meter, maar naar het risico toe maakt dat wel een groot verschil uit. Door basis van die externe data gaan we dan een opzoeking gaan doen van het adres en zien we effectief, er is daar inderdaad een tuinhuis aanwezig van x vierkante meter. En op basis daarvan kan de segmentering onmiddellijk gedaan worden zonder dat daar verdere actie moet ondernomen worden. Dus het is ook echt in het belang van de klant om dat risico beter te gaan inschatten, dingen dat hij zelf niet weet, en om zo eigenlijk dan producten te gaan aanraden die beter passen bij de klant en die ervoor zorgen dat die onderverzekering niet gebeurt. Ja, want ze haalt een belangrijk punt daaraan, denk ik. Je zegt net, als de klant bij u zit, hij vertelt het u of hij vertelt het u niet. Nu inderdaad, de makelaar zal die informatie die hij nodig heeft wel kunnen ontginnen, om het dan zo te zeggen, van de klant. Maar de klant is natuurlijk dynamisch. Hè. Laat ons hopen dat de meeste makelaars, en dat zal ongetwijfeld het geval zijn, hun klanten voor meer dan een jaar in portefeuille hebben. Hè. Een klant, zoals ik zeg, is dynamisch. Dat profiel verandert, zijn risico's veranderen, zijn behoeftes veranderen. En dan wordt het natuurlijk een heel stuk moeilijker. Hè. Heel wat makelaars die zijn wel op de hoogte dat men eigenlijk jaarlijks wel een keer zou moeten bellen naar al die klanten om te vragen of alles nog hetzelfde is. Nu, ja, dat is onmogelijk om dat vandaag te gaan uitvoeren. Ja, ook daar komt die data-analyse aan te pas. Ja, zeker. We merken, en dat is ook wat ik daarnet zei, dat er echt heel wat databronnen ter beschikking zijn en dat die veelal kunnen gebruikt worden als commerciële verkoopsargumenten uit het oogpunt van de makelaar, maar natuurlijk uit het oogpunt van de klant als risicomitigatie. Dat is nu net ook waar we nu verder op aan het bouwen zijn, is al die verschillende bronnen in een systeem gaan gieten, waarbij dat we voor de makelaar effectief kunnen gaan zeggen van kijk, deze klant, die heeft bijvoorbeeld maar twee polissen lopende. Simpel natuurlijk, neem er een derde bij. Maar waarom zou hij bijvoorbeeld in dit geval een Omnium moeten nemen, of een mini-Omnium nemen, of iets anders? Als een klant zo bijvoorbeeld enkele mini-Omnium hebben, maar we zien dat daar toch nog bepaalde redenen zijn wat hij dat niet zou doen, is dat mogelijk interessant voor een upsell. Er kan gekeken worden naar bijvoorbeeld renewal. Dat is ook een heel interessante. Of bepaalde punten waar het echt kritisch is om te gaan kijken naar een product. Ik denk bijvoorbeeld aan wanneer je 55 jaar bent en je wilt nog een pensioensparen aangaan. Denk ik dat is op het laatste moment ja, 54, de laatste kans op fiscaal voordeel, inderdaad. Ja, inderdaad, dan is het een beetje een now or never verhaal. Ja, als je daar toch een soort van trigger van krijgt, van een systeem, is het interessant om op in te spelen. Ik denk dat een andere makelaar me onlangs vertelde dat ze bijvoorbeeld om de 3 jaar gaan kijken, of om het jaar gaan kijken, naar bestuurders die bijvoorbeeld verzekering afgesloten hebben toen ze 23 waren. Als ze 26 zijn, ja, het risico is natuurlijk veel gunstiger. Het is dan mogelijk interessant om een keer te gaan kijken wat daar de mogelijkheden zijn in de markt. Ja, een beetje alsof je bij de bank zou gaan voor je herevaluatie van je leningen, zal ik maar zeggen. Eigenlijk een herevaluatie van je verzekeringsportefeuille. Ja, maar stel je inderdaad eens voor dat je als klant
ik zou dat nooit meemaken, denk ik, maar dat je effectieve melding krijgt van de bank, kijk, nu is het inderdaad gunstiger om die herfinanciering te gaan doen. Wat doet dat niet aan de klantervaring? Inderdaad, inderdaad. Ik denk dat dat fantastisch is. Ik ga u trouwens moeten boos maken, want ik heb een screenshot meegenomen in deze webinar van de nieuwe Louise hierin. Dus ik had beloofd dat ik het niet ging doen, maar kijk, ja, het spijt mij. Dus bij deze hebben we dat ook even meegegeven. Wat dat hier net aanhaalt, is inderdaad de nieuwe of de toekomstige functionaliteit, opportuniteiten, die iedereen die vandaag Louise heeft, ook zal kunnen gebruiken in de toekomst. Maar naast het salesverhaal en het opportuniteitenverhaal, hebben we ook in één van onze functionaliteiten dat dataverhaal naar voren gebracht. En dat is uiteraard de functionaliteit toolkit, waar dat we bijvoorbeeld spreken over wagens, over adressen. Adressen, daar hebben we het net al over gehad. Een van de functionaliteiten daar die nog een stukje verder gaan zijn, bijvoorbeeld een aangenomen verzekerbare waarde, zijn een diefstalrisico en dergelijke meer. Maar wat ik zeer leuk vind aan het stukje over de wagen, is dat we eigenlijk naast de standaardinformatie ook gaan kijken naar veel meer dan dat. We gaan veel verder dan enkel maar de informatie rond wat weten we nu over die wagen, maar bijvoorbeeld inschrijvingskosten, wegentaxen, mag ik binnen in een bepaalde lage emissiezone en dergelijke meer. Waarom is de keuze gemaakt om net dat daar ook aan te gaan toevoegen? Het is eigenlijk heel, heel dynamisch gelopen. In het begin dat we Toolkit bouwden, een tijd terug, was het eigenlijk gewoon een soort proof of concept om te gaan tonen van, kijk, dit is wat we kunnen met externe data. Toen dat we een vraag hebben gedaan van makelaars een tijd terug, hadden we gezien dat dit toch wel een veelgebruikte tool is, een veelgebruikte functie van Louise, waarin dat dan zaken naar voren kwamen, situaties waar ik nooit had gedacht dat het zou gebruikt worden. Een makelaar vertelde me bijvoorbeeld, een klant belt me om te zeggen dat ik zonnepanelen had gelegd en vroeg, moet er iets aangepast worden aan de verzekering? Die verzekering zat bij Altora ter tijde, dus wat heeft de makelaar gedaan? Even op Toolkit gegaan, dat adres opgezocht en gezien dat inderdaad het dak een plat dak was, waardoor dat eigenlijk wordt gerekend onder de inboedel, aangezien dat het niet vastgeankerd staat aan het gebouw. Dus de polis moest aangepast worden. Dat is vooral iets dat gebruikt wordt via Toolkit. Een andere makelaar vertelde me dat hij veel klanten over de vloer heeft, waarbij dat de klant binnenkomt en zegt van, kijk, hier is mijn ETIAS-polis voor wagen, kunnen beter gaan doen. En natuurlijk staat er niet zoveel informatie op die ETIAS-polis, maar wel het chassisnummer. Dus op basis van het chassisnummer eigenlijk, kan je in Toolkit dan de opzoeking gaan doen en daar de nodige informatie uit gaan krijgen om dan de premiecalculatie te maken voor die gebruiker. En ik denk een laatste voorbeeld dat ik me nog heel goed herinner, dat ik niet voorzien had, is eigenlijk dat makelaars inderdaad buiten de verzekeringsadviseerde rol hebben, ook echt die rol krijgen, een beetje als all-knowing person, waarbij dat het de klantenervaring natuurlijk enkel beholpen wordt als je daar verder in kan gaan. En daarom ook, zoals hij zegt, de LEZ en zo, de total cost of ownership een beetje van een wagen, dat die toch naar voren kan gebracht worden naar de klant als die daar vragen rond zou hebben of dergelijke. Ja, want dat is inderdaad wat we vandaag zien. De makelaar gaat veel meer van een verzekeringsverkoper, om het zo te zeggen, naar een rol van echt adviseur. En dan niet alleen een adviseur in verzekeringen, maar eerder een, ja, ik hoor verschillende namen van, als zijn een risk coach of dergelijke meer. Je kunt dat zo fancy maken als dat je zelf wilt. Maar wat is wel belangrijk, en dat zie ik vandaag ook in mijn eigen situatie, eigenlijk is niemand geïnteresseerd in de vraag, wat kost mijn verzekering bijvoorbeeld bij, in dit voorbeeld, een wagen? De vraag is, wat kost mij dan met die wagen te gaan rijden? Hè? En dat is, als ik het goed begrijp, wat dat hier eigenlijk teweeg is gebracht, dankzij die toolkit, kan daar direct een antwoord worden opgegeven. Dat klopt inderdaad. Ja. All right, wel, dat is top, want het is ook zo dat we met WeGrow beslist hebben om daar iets leuks rond te gaan doen. Het is zo dat we sowieso onze volledige en uitgebreide toolkit openstellen voor al onze gebruikers al binnen Louise. Dus zonder meer kost zullen alle Louise-gebruikers toegang krijgen tot de meest uitgebreide versie van onze toolkit. Maar sterker dan dat, hebben we ook beslist dat het tijd was om echt een verschil te gaan maken in de markt. En daarom is het leuk om hier misschien te kunnen gaan aankondigen voor de mensen die hier vandaag in de webinar zitten als Unicum, dat ook voor de mensen die geen Louise-klant zijn, vanaf midden juni Louise zal beschikbaar zijn voor iedereen in de markt. Dat wil zeggen, elke makelaar zal gratis een Louise-toolkit kunnen gaan downloaden om eigenlijk daar bepaalde opzoekingen te gaan doen en die externe data te kunnen gaan vastnemen. Dat is tof, hè? Ja, dat is zeker tof. Ik denk dat dat iets heel moois is dat we een beetje kunnen doen terug voor de markt. Zoals dat we zeggen, de reactie komt veel. Het is toch gratis, ik kan er toch ook aan. Vandaag kan het inderdaad. Ja, voilà. Kijk, ik denk dat dat een zeer mooie is om mee af te sluiten. Bjorn, dikke merci om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik vond het alvast zeer interessant en ik denk dat dat ook wel zal tellen voor de meeste mensen die hier in zaten. Nu, willen jullie op de hoogte blijven van
de meest interessante zaken in de Belgische verzekeringssector vandaag, dan kan dat eigenlijk dankzij onze verschillende kanalen. Sommigen van jullie zullen misschien al gezien hebben dat we recent verschillende expert talks op de markt hebben gebracht, die jullie via verschillende kanalen, ook via YouTube, zoals je hier ziet, kunt gaan terugvinden, waar we in 5 minuutjes korte elementen gaan aanhalen. Ik zie de digitale handtekening onder de loep. Als ik mij niet vrees, is dat Salvijn die dat hij gepresenteerd heeft. Zeer interessant. Heeft. Zeer interessant, top. Zeker bekijken, hè, hoe zit dat nu juist met die digitale handtekening, maar we spreken over waarom zouden lid worden van een organisatie, waarom zouden samenwerken met een derde partij voor schadebeheer bijvoorbeeld, welke subsidies kan de makelaar aanspraak op maken, zeer interessant om te gaan kijken, oké, zijn er bepaalde zaken, heel veel makelaars wisten bijvoorbeeld niet dat zij tot 50.000 euro kunnen gaan krijgen van de overheid om eigenlijk hun innovatieve verhaal, zal ik maar zeggen, te laten meesturen, hè. Dus dat is gratis geld die je zeker niet kunt laten liggen. Zie je in onze expert talks. En daarnaast hebben we ook onze Hello Insurance verhaal, hè, waar ik 2 wekelijks met iemand uit de sector in de studio kruip om eigenlijk te gaan spreken over die actuele zaken. De meest recente, die zien jullie hier, dat was met Kelly van het FVF. Hè. Daar hebben we gesproken over zaken als digitalisering, over COVID. En nu dat we toch nieuwtjes aan het vertellen zijn, dan kondig ik ook alvast graag de volgende aan, die volgens mij zeer interessant is en ook wel wat stof zal doen opwaaien, want die was namelijk met Bernard Soens, de CEO van Independer België, en die komt volgende week online. Dus ik zou zeggen, zeker in de haten houden. En waar kunnen jullie dat in de haten houden? Dat is via InsureBlog. En InsureBlog is het nieuwe platform van WeGroup, die voor al de makelaars of iedereen in de sector, of iedereen in het algemeen, op onze website beschikbaar is, waar jullie zich eigenlijk kunnen gaan registreren om verschillende filmpjes, expert talks, webinars te gaan bekijken over alles wat vandaag leeft in de sector. Dus ik zou zeggen, www.wegroup.be, daar kunnen jullie zich inschrijven voor onze InsureBlog en kunnen jullie op de hoogte blijven van al deze zaken. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik hoop dat jullie er iets van opgestoken hebben. Bjorn, nogmaals dikke merci om hier vandaag te zijn. En dan zien we jullie graag terug voor de volgende webinar, of een InsureBlog of een Expert Talk. Heel graag, tot binnenkort. Bedankt.